We moeten het hebben over het monster van Berlaymont. En dat verhaal dat begint met deze twee mannen. Rechts, dat is de baas van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. En links zien we zijn jarenlange vertrouweling en rechterhand, Martin Selmayr. En die linker, Selmayr, die wordt dus ook wel het monster van Berlaymont genoemd. En dan vraag je af, wat is Berlaymont? Nou, dat is het hoofdgebouw van de Europese Commissie. Hier zien we Selmayr voor het gebouw staan. Wat een gebouw. En dit monster knapte jarenlang de vuile klusjes op voor zijn baas Juncker. Wie Juncker wilde spreken, moest eerst langs Selmayr. Dit was een soort persoonlijke assistent. Ze zijn heel close. En van Juncker is bekend dat hij nogal snel geneigd is tot het zoenen van collega's. Dus kun je nagaan wat hij met zijn vrienden doet. Hey Martin, wat doen we? 3 handjobs? 2? Ik ben altijd in de war. Nou, wat is er nou aan de hand? Nou, Juncker en zijn hulpje, die hebben een stunt uitgehaald. Martin Selmayr was jarenlang de rechterhand van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Selmayr is gepromoveerd naar de hoogste ambtenarenfunctie binnen de Europese Commissie. Wauw! De assistent van Juncker is gepromoveerd tot secretaris-generaal van de hele Europese Commissie. Dat is de baas van 33.000 ambtenaren. Dat is een man die betrokken is bij alle Europese wetgeving. Dat is alsof ik mijn secretaresse de baas van de publieke omroep maak. Saskia, kun je zo even naar mijn kantoortje komen? Maar hoe heeft Juncker dat geregeld voor zijn vriendje? Ik bedoel, kan dan iedereen zomaar benoemd worden tot secretaris-generaal? Nee, daar zijn strikte regels voor. Je kunt alleen maar secretaris-generaal worden als je eerst adjunct-secretaris-generaal bent. Dus hoe heeft Juncker dat gefixt? Selmayr solliciteerde eind januari op de post van adjunct-secretaris-generaal. Normaal duurt zoiets maanden, maar het was met 2 weken geklaard. In 2 weken? Dat is verdacht. En een journalist vroeg zich dan ook af, waren er geen tegenkandidaten? Dat is een heel redelijke vraag. Hier krijgt hij van de persvoorlichter van de Europese Commissie een heel redelijk antwoord. Combien de candidats? Il y avait moins de 4 candidats. Moins de 4. Tu peux nous dire moins de 4 et plus de 2, c'est déjà quelque chose. Mais si moins de 4 signifie 1, ça fait quand même une différence. Donc est-ce que tu peux nous préciser s'il y avait donc au fait la question est-ce qu'il y avait plus d'un candidat? Est-ce qu'il y avait plus d'un candidat? Oui. Alors, maintenant tout le monde est satisfait. Zo, nu is iedereen tevreden. Nou, voor dit soort situaties hebben we dus tellen uitgevonden. Hier champagne. Het is bijna zover, jongens. Daar gaat-ie. 10, minder dan 10, meer dan 6, minder dan 9, meer dan 2, minder dan 80. Gelukkig nieuwjaar! En een heel mooi meer dan 2017 allemaal. En uiteindelijk bleek dat er naast Martin Selmayr inderdaad nog één kandidaat was. Was dat een ambitieuze Hongaar? Was het een oud-premier van Litouwen? Nee, dat was Clara Martinez Alberola. Functie, een directe medewerker van Martin Selmayr. En nou, waarom is zij het niet geworden? Zij meldde zich aan en trok zich heel handig meteen weer terug. Dus, so far so good. Het plannetje van Juncker loopt op rolletjes. Selmayr is inmiddels adjunct-secretaris-generaal. Nou, dat moet je dan een tijdje zijn natuurlijk. Wat ervaring opdoen, het departement leren kennen. En dan, na een tijdje, kun je misschien doorstromen naar secretaris-generaal. En dat heeft Selmayr dan ook gedaan. Alleen duurde dat tijdje bij hem een paar minuten. Te midden van een serie benoemingen werd Selmayr adjunct-secretaris-generaal. Daarop kwam Juncker met een brief van de zittende secretaris-generaal die om vervroegd pensioen vroeg per 1 maart. Zo was de weg vrij voor Selmayr. 2 promoties binnen enkele minuten, een wereldrecord. Nou jongens, dit is Martin. Martin loopt vandaag voor het eerst mee. Zal in het begin even wennen zijn, maar wordt vanzelf duidelijk. Agenda punt 1. De secretaris-generaal stapt op, dus we zoeken een opvolger. Nu zat ik zelf enorm te denken aan Martin. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Er zijn 28 eurocommissarissen. Die zitten daar toch bij? Die werken toch niet allemaal mee aan die stunt van Juncker en zijn schootmonstertje? De benoeming werd gedaan door de 28 eurocommissarissen. Volgens de Franse krant Libération betaalde Selmayr ze daarvoor terug. Hen zou zijn beloofd dat ze nadat ze zijn afgetreden als commissaris nog 5 jaar een kantoor, 2 medewerkers en een auto met chauffeur kunnen houden.
Enfin, daarom wil ik graag deze promotie. Tot slot, kijk allemaal eens even onder jullie stoeltje. Daar ligt een auto met een chauffeur. En een kantoor in Brussel. En twee medewerkers. Nou, mijn naam was dus Martin Selmayr. Als je wil weten hoe je dat spelt, het is de enige naam op het formuliertje. Er staat ook nog een Spaanse mevrouw op, maar die trekt zich nu terug. Dank u wel. Dus, nou, je kan mij nog meer vertellen, maar dit zaakje stinkt. Zit er dan niemand in die hele Europese Commissie met ook maar een grijntje rechtvaardigheidsgevoel in zijn donder? Jawel. For over 60 years, the Council of Europe has promoted democracy, the rule of law and above all human rights. Frans Timmermans! Inmiddels bekend als de ridder met de witte baard. Hij is onze hoop, maar ook onze hoop. Onze hoffnung, onze espoir, onze sperare. In bange dagen. Jour de peur. Days of fear. Maar, nou, als vicevoorzitter van de Europese Commissie is Timmermans ook een vertrouweling van Jean-Claude Juncker. Maar hij is... Maar hij is ook eurocommissaris voor betere regelgeving en rechtsstatelijkheid. En daarom staat hij altijd vooraan om keihard Polen aan te pakken als ze ondemocratische beslissingen nemen. Of om superstreng Hongarije toe te spreken als die dictatoriale wetten willen invoeren. En nu gebeurt er dus net zoiets binnen eigen gelederen. Het is schimmig, het is vriendjespolitiek, het is volkomen onzichtbaar voor de burger. Dus dit bevestigt precies het negatieve beeld dat altijd wordt geschetst door tegenstanders van de EU. Meneer Timmermans, morgen is er een debat in het Europees Parlement over deze aanstelling. Ga daar naartoe. Want laat u dit zomaar gebeuren of gaat u de geschiedenis in als de ridder met de witte baard die het monster van Berlaymont verslaat. Oh jee, we zijn alweer op het eind van het filmpje. Maar niet getreurd, je kunt je abonneren op mijn kanaal door me een brief te schrijven van 18 kantjes waarin je vraagt of je abonnee mag worden. Of gewoon door hier te klikken, kan ook. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.